Hallo mensen, ik hoef wel nog eens snel met vandaag weer een nieuwe FIFA video voor jullie. En vandaag hebben we weer iets heel nieuws, want ik wilde dus een WK-serie zoals jullie weten. En er kwamen meerdere mensen eigenlijk met echt een heel goed idee dat ik een hybrid moest maken met een teams uit een bepaalde groep. En dan beginnen we natuurlijk met groep A. En in groep A zitten natuurlijk de clubs. We weten allemaal welke clubs in groep A zitten. Dat zijn namelijk Brazilië. En Brazilië, dat is natuurlijk het gastland. En die heeft natuurlijk de makkelijkste pool. Ze moeten tegen Mexico, met Kroatië en met Cameroen. Dus ja, een beetje een easy pool, als je het mij vraagt. Maar ja, weet je, het is allemaal corrupt natuurlijk. Op goal hebben wij de kast. Kameni. Ik kan er voor mij echt helemaal niks van. Want ja, ik wil niet discriminerend zijn. Maar zwarte goalkeepers zijn meestal echt heel slecht. Dan hebben we op rechtsback. Ik kan niet naar mijn rechtsback. Ah, op rechtsback hebben we echt een zilveren beast. Deze man lijkt niet heel goed, maar hij heeft ook nog iets van 86 strength volgens mij. Hij kostte 550 coins en Kameni kostte 350 coins. Dat is helemaal niet zo duur. En dan hebben we hier als rechter centerback, hebben we... Oh, het is zo langzaam, holy shit. Gaan we weer naar de zilvers, want ja, hij is ook een zilver. Nonkeu ziet er echt uit als een kast. Hij heeft echt ook 85 strength of zo. Hij is redelijk lang. Hij heeft normaal hoog, dus zeg maar high defensive work rate. Ja, echt een geweldige verdediger, lijkt mij dit. Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar ik hoor veel goede verhalen over hem. Dan hebben we naast hem zijn teammate ook een Cameroonees. Dat is Nonkeu. En hij heeft ook redelijk goede stats. En hij kost maar 700 coins, hartstikke cheap. En hoeveel kost Nonkeu? Die kost 1700, ook helemaal niet duur. Op linksback hebben we dan Marcelo. Ja, Marcelo is gewoon een goede speler. Ja, daar kan je niet veel over zeggen, zeg maar. Dus 6800, ik denk dat het wel iets goedkoper is op dit moment. Omdat met de market crash en zo. Dan hebben we als eerste CDCVM hebben we Modric. Want die speelt natuurlijk ook bij Real Madrid. Dat geeft dus een goede link met Marcelo. Hartstikke nice. Gaan we naar onze eerste cam. Onze eerste cam is een Inform. En dat is Inform Rakitic. En Inform Rakitic is echt een hele goede speler. 87 shooting, 31 kakels die mij met de Hunter Kamersystaal. Dus dat is hartstikke nice. En Modric kostte trouwens, verkeerde knop, dus 7400. Ook met de Kamersystaal en op CVM. En hier hebben we een CM, want echt waar, om hem in CVM te kopen is echt geldverspilling. Dat is weer een zilver, dat is Dos Santos. Ja, dat is gewoon een hele slechte speler eigenlijk. Ik vind echt een 2-star skills ook, maar ja, dat moet je gewoon hebben voor chemistry reasons. Dan gaan we door naar de tweede center attacking mid. En dat is, even kijken wie dat is Dos Santos. En dit is echt een kastspeler, moet je zijn stats zien, is dat ongelooflijk. 87 pace, 82 shooting, 84 passing, 90 dribbling. Oké, 34,5k met de sniper chemistry staal. Ja, een beetje jammer een work rate. Hij is wel linksbenen, dat vind ik wel leuk. Op een andere campositie. Ik kom er niet. Op een andere campositie heb ik dan nog Diego. Natuurlijk de Braziliaan die eerst bij Werder speelde, nu bij Atleti. Ja, kostte me 3k high attack work rate en 4-star skills. Voor mij is dit een best wel goede speler, maar ik weet niet zeker. En dan in de spits hebben wij het FIFA 13 beast. Het is alleen jammer dat we FIFA 14 spelen, want hij is gedowngrade like there is no tomorrow. Wellington, hij was zo goed in FIFA 13, maar nu is hij niet zo goed meer. Hij kostte ook, ik had hem in een pack ooit al gekregen. Oh ja, ik had hem net gekocht en toen had ik hem dus al duplicate. Hij viel, op zich heeft hij prima stats. Hij heeft nog steeds 86 pace, 73 shooting, 4-star skills, 4-star weak foot en een high attack and work rate. Dat is best wel chill. Maar mensen, ik ga even een potje zoeken en dan zie ik jullie zo weer. En onze eerste tegenstander had het Franse team op zich, ja... Wel redelijk team, maar mijn team was veel beter natuurlijk. En dat was ook te zien, want in de 14 minuten komen we er al door met een Rakitic. Die komt voor zijn man en die schiet die bal te hard binnen. En staan we dus zo met 1-0 voor. En dat was ook de stand bij rust, want ja, er gebeurde eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik had 4 schoten, 2 op goal en 2 schoten, 0 goal. En zo gingen we dus door naar de tweede helft. En toen naaide Facebook me weer, want ze zeiden weer dat ik copyright had op mijn video's. Dus misten jullie de 2-1 en de 1-1. Eerst kwam de 1-1, daarna maakte ik de 2-1. Hartstikke leuk weer. Helaas, sorry, ik kan er niks aan doen. Maar we gaan meteen door met de wedstrijd. En vanaf dat moment zie je ook dat Giovanni Dos Santos hier de bal afsnoept. Die rent langs de defender en die schiet die bal geweldig lekker binnen. Ik vind Dos Santos echt één van de beste cams uit de game. Ik vind hem zo'n verschrikkelijk goede speler. Normaal is hij een spits, maar op cam is hij gewoon zo goed. Het is echt niet te geloven. Als je nog een cam doet voor de Liga Bibliotheca, moet je zeker hem kopen. Hij is zo verschrikkelijk goed. Ja mensen, dat was alweer de aflevering. Sorry voor dat kortere aflevering. Nou, dat is nog bijna 5 minuten, maar alsnog. Ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Ik hoop dat de 100 likes erna zou hartstikke tof zijn. Dan zet ik deze serie ook voort. En voor mij is het wel een leuke serie. Wil je CoachCo checken? Link in de beschrijving. En zeg ik like veel regger. Abonneer de volgende keer. En ik zeg doei. Later.